gaan nog vier verder over praten, want de politie is niet de enige die zich inzet tegen discriminatie. Nee, ook Ruud Gullit en Umberto Tan gaan dat doen. Ze komen namelijk met een speciale commissie waarmee ze de KNVB gaan vertellen wat er zou moeten gebeuren op het gebied van racisme en discriminatie in het voetbal, om dat natuurlijk tegen te gaan. De aanleiding voor die commissie was de wedstrijd SC Den Bosch Excelsior in november 2019. Ahmed Mendes Moreira was toen het mikpunt van racisme en die wedstrijd die werd daarna toen stilgelegd. En naar aanleiding daarvan hebben Gullit en Tan dus gezegd van, nou, wij gaan komen met een commissie en we komen vier keer per jaar bij elkaar. En we gaan de KNVB en de overheid dan adviseren, gevraagd en ook ongevraagd. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld graag veranderd zouden willen zien zijn de kinderen die altijd het veld oplopen met de spelers. Nu zijn dat vaak blanke jongetjes en dat zouden dan dus meer gemixte kinderen moeten zijn. Is dat een goed idee? Zeker. Als je, weet je, ik voer ook heel veel discussies over vrouwen op hogere positie. Daar wordt altijd gezegd, you can't be what you can't see. Als je nooit eens iemand die op jou lijkt op een bepaalde positie ziet, denk je dat het voor jou niet geldt. Dus dat is hier ook aan de orde. Een commissie dus die ongevraagd gaat adviseren. Is dat de manier waarop we racisme gaan uitbannen? Ja, nou, dat is de manier om met elkaar in gesprek te treden. Kijk, Ruud Gullit is natuurlijk een vooraanstaande Nederlander. Echt een held wat voetbal betreft. Ja, het is niet iemand die radicaal is. Het is geen BLM of internationaal socialist of andere type extremisten. Als hij met een aanbeveling komt aan voetballer of voetbalwereld of aan ons allen, dan gaan we goed daarover nadenken. En zo blijven we in gesprek met elkaar. Maar inderdaad niet die stomzinnige polarisatie waardoor ene delen van Nederland tegen andere delen zeggen, ja, jij deugt niet, jij wel. Uiteindelijk, dit is één land, het is één volk. En dan moeten wij het probleem oplossen. En soms ook opvoedkundig moeten we oplossen. Bijvoorbeeld met die kinderen. Daar ben ik het helemaal eens met de Umberto Tan.